verrassing in de opstelling. Dennis van der Rey begon als rugsback, werd terug Rudy Jansen naar het centrum van de verdediging opscode. En dat ging dan ten koste van Koen Brak. Hij dus op de bank. In het begin van de wedstrijd zette Cambuur de toon en wie het doe ik de betere ploeg. En krijgt lietse kansjes, ligageer Michael Jansen. Maar na zo'n 10 minuten pakte Den Bosch het initiatief en krijgt dan ik de betere kansen. Yes een kans van Adnan Barakat. Het scot, maar de goede reflex van Peter van der Vlag. Hij zeeg de bal min aankomen, maar hij had hem wel. Cambuur jouwt te volle romte wij achter de verdediging en Den Bosch bleef daar terug kansen krijgen. Hier pakt Peter van der Vlag de bal goed van de schoeg van Matuziva. Als de enige kans die het Cambuur krijgt, komt u te flater van Adnan Barakat. Maatje, mat eens armaatje, maar hij krijgt de bal net tussen de pjellen. Dat wie eens de enige mogelijkheid die Cambuur kreeg de eerste helft. Maar dan de hoekskop. En Ruud ter Heide helemaal vrij. En 0-1. Tjen de verhouding zien, maar Cambuur dags op vastsprong. Den Bosch past gewoon wij zonendekking daar bij hoekskoppen. Maar vergeet je duidelijk de zone van ter Heide aan te dekken. En hij kan zien tredje van het seizoen maatje. Dan, 4 minuten later, de wedstrijd op een kop. Uit de ingooi van Van der Rey komt de bal voor de voeten van Maatje. En dan fantastisch! Centrale verdediger kopte de bal weg. En een mannetje zat kort bij me. Ik deed alsof ik hem in één keer schoot en leg hem voor mijn linker uit de lucht. Met rechts en schiet met links. Een dropkick. Draait zo weg van de keeper in de kruising. Dus ik weet nog precies hoe dat ging. En omdat hij zo mooi is, nog maar een keer. Het oornemen met rechts. Het dropkick maar links, schitterend. Den Bosch krijgt dan in blessuretijd nog een hoekskop. Die bal wordt in eerste instantie door Michael Jansen van de line hellen. Wordt dan op een nij inbracht door Disse van der Weert. Maar Ebbingen kopt die voorzet oer. En dus bloot het bij het skoft 0-2. Goed voor het zelfvertrouwen. Ja, en dan vooral voor de eerste helft, omdat je daar de wedstrijd niet in handen had. Den Bosch was gevaarlijker en beter in het veldspel. En ondanks dat maak ik gewoon 2 goals. In de rust hebben we met z'n allen besloten om gewoon 4-4-2 met een ruit op het middenveld te gaan spelen. En ik moet zeggen, dat hebben ze heel goed uitgevoerd. Tot het moment dat ze eigenlijk de genadeklap hadden moeten uitdelen. En dat hebben ze nagelaten. En dat doe je zelf een beetje tekort. Dit is dan dadelijk in de 2e helft. Zijn kans werd Stanley Menzo op doelt. Maatje, uit de uitrapen van de vlag. Maar hij shit jonken. Dat hier 0-3 wijze kin. En even letter op een nij een grote mogelijkheid voor diezelfde Maatje. Uit het stekpaasje van Van der Heijden besluit hij zelfs te shitten. Werd hij beter voorzetten kennen hier. Dan bart er op de 81ste minuut eens neer. Maar dan de hoekschop van Den Bosch. En na een rommelige situatie voor de goal is het Matuziva die de 1-2 binnen shit. De bal komt voor de goal. Van de vlag zit eens mis. Komt er voor de voeten van Matuziva en die tikken de 1-2 binnen. Het worden dan nog een paar hectische minuten van Cambuur. Maar echte kansen krijgt Den Bosch net meer. Uit zijn disse in blessuretijd. Maar het is invaller El Kayati die het jonker shit. Zo wint Cambuur eindelijk weer eens en nemen ze 3 wichtige punten mee. Waarom neem jou het? Ja, na een paar gelijke spelen. Weet je dat het tijd wordt voor een overwinning. En het, ja, dan ga je naar Den Bosch toe. Dan is het niet gelijk de eerste, de beste. Maar het is een tijdje geleden, geloof ik, dat Cambuur gewoon heeft van Den Bosch. Dus deze is heel mooi. Ja, zeker weten. Ook, we zijn nu 10 punten los van Den Bosch. Een belangrijke concurrent die ook voor de play-offs wil meedoen. En, we doen een stap dichterbij om onze doelstelling te realiseren.